We zijn hier bij elkaar om te proberen het buitengebied vitaler te maken. Wij gaan ervan uit dat de mensen eigenlijk zelf het beste weten wat ze graag zouden willen. En vandaar dat ze hier in dialoog met elkaar aan tafel zitten om met elkaar over die problematiek te praten. De thema's zijn de kracht van Zundert, dus de dingen die we goed doen. De buikpijn van Zundert, dus de problemen waar we tegenaan lopen, waar mensen echt mee zitten. Het klimaat, het landschap. De kansen voor de ondernemers. Want wat voor kansen bieden we nou in het buitengebied? De pilot kenmerkt zich natuurlijk door de oorsprong. En de oorsprong is in dit geval dat we op dit moment al 10 hectare leegstand hebben in ons buitengebied. En als we een doorkijk maken met 5, 6 jaar, dan mogen we verwachten dat er ongeveer 25 hectare leegstand er is. Nou, mijn gemeenteraad heeft gezegd, daar moeten we echt iets aan doen. Het is voor ons een pilot als het gaat over aanpak leegstand buitengebied, maar ook de komst van de omgevingswet. Hoe kunnen wij maatwerk bieden aan wat mensen met elkaar willen? Het probleem van de een is de oplossing van de ander. Het waterschap is een van de initiatiefnemers van deze pilot, samen met de provincie en de gemeente. En dat komt omdat in de omgeving van Zundert, in elke omgeving eigenlijk, water een enorm belangrijke rol speelt in zowel het buitengebied als in het dorp. Zundert kenmerkt zich door een versnipperd landschap, boomteelt en de agrariër, dat combineert zich in het buitengebied. Dat is natuurlijk een ultieme kans om te kijken of je dat kunt combineren en een nieuwe mozaïek met elkaar kunt leggen. Ik zeg wel eens makkelijk, laten we eens kijken of we een nieuwe puzzel kunnen maken die bestendig is voor de aankomende 30 jaar door maatwerk in het buitengebied te leveren. Wij zien natuurlijk wel heel goed naar hoe ziet de landbouw in elkaar, wat heeft de landbouw nodig voor water en op welke plekken kan je goed de agrarische bedrijven neerzetten en waar wordt het moeilijk. Wij hebben een boerenerf, een VAP-locatie. Daar hebben we plannen voor gemaakt om 55-plussers daar te laten wonen. Dat is een boerenerf waar mensen mantelzorg voor elkaar kunnen verlenen, wat afgesloten woningen zijn. En daaraan zit een tuin met een maatschappelijke functie, dus die is openbaar voor het publiek. Dat is in totaal even het plan. Ik ben voorzitter van CLTV Zundert en tevens voorzitter van Fruitpoort West-Brabant. En ik praat in feite namens alle zachtfruitbedrijven in deze regio. Wij ondersteunen deze pilot omdat wij zien dat er de komende jaren erg veel zal gaan veranderen in het buitengebied. Er zullen heel veel agrarische bedrijven leeg komen te staan. En wij zien graag twee mogelijkheden. Enerzijds zien wij graag dat de bedrijven, de ondernemingen die door willen, dat die ook de ruimte krijgen om door te willen. En niet al gebonden zijn aan allerlei hele strikte, enge maatregelen. En anderzijds zouden wij graag willen zien dat de ondernemer die wil stoppen, dat die ook geholpen wordt om te stoppen. Mijn naam is David Beumer. Ik ben hier namens coöperatieve vereniging Tripoort Zundert. Plat gezegd is dat de kwekersvereniging in de aanverwante bedrijvigheid. En onze hoofddoelstelling is een gezonde boomteelt. En wat wij dus zien is als mensen onze bedrijvigheid accepteren en onze bedrijvigheid als meerwaarde ervaren, het voor ons een stuk makkelijker wordt om die meerwaarde ook om te zetten in een betere economische voordelen, maar ook weer in het aanzicht van onze bedrijven. Dus het een versterkt het ander. En speciaal voor mij persoonlijk ben ik geïnteresseerd in wat voor een toelichting dat ik kan krijgen op de VAP-bestemming van mijn woning en wat voor ruimte dat er is voor in de toekomst te kijken wat dan de mogelijkheden zijn. Nou ja, ik ben agrarisch ondernemer, dus wij leven van het buitengebied, dus daarom is het belangrijk dat we erover meepraten. Heel interessant wat we nu doen en heel goed bezocht, dus de zaak om goed los nu. Maar het is ook voor de provincie, gemeente en waterschap de hand ineens slaan. Want burgers en bedrijven geven ook vaak aan, wij komen nog wel eens een beetje tussen het kastje en de muur uit als we met de overheid zaken moeten doen. Nou, het is voor ons ook een uitdaging om onze bijdrage aan dat buitengebied nog beter te maken met elkaar.